Boven ben ik druk mee bezig groen te krijgen. Hier en daar, nou nee, dat zit er ingebakken. En ja, ze gaat naar de autootje toe. Waar ze de auto heeft staan, weet ik niet. En hier zit ook een wichtje in. Eens even koeken loeren. Zo moet hij. Het is nou rood en dan wordt hij groen en allerlei kleuren van de regenboog. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is al vandaag weer 4 oktober en het is 10 over 1. Ja, de tijd houdt geen schoft, hè, als je stil zit. Nee. Rebecca die is boven bezig, ik ga zo meteen beneden weer verder aan de gang. Maar ja, eerst aan jezelf denken, zeg ik altijd. En vooral als je een nacht niet geslapen hebt. Nee, ik stond om 6 uur hier naar beneden, tenminste weer. Hé, ja. En ja, ik moet nog even voor mijn schoonzoon Roderick nog even wat doen. Dus dat ga ik straks eerst doen. En dat zal ik dan naar hem opsturen. En ja, dan zullen we verder kijken hoe en wat. Maar ik wil nog verder met die kant waar de oven staat. Daar wil ik eigenlijk ook nog bezig en opruimen en een beetje anders inrichten. Ik weet enkel nog 1, 2, 3 niet of dat kan. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, ouwe zeur, je hebt eten gehad. Ja, je hebt eten gehad. Ja. Je hebt eten gehad hoor. Tutti. He, tutti frutti. Ja, tutti frutti, hè. Jo, wat een dikkie. Maar oké, lieve vrienden, ik weet niet hoe het weer bij jullie is. Ik zou het trouwens op het raam nog laten zien, maar dat is, kan nou niet. Het is, dan moet ik naar buiten toe en het regent. Doe ik ook met dat raam, laat ik jullie ook van buiten zien. Ik heb hier dus wel een mooie amfitrage hangen. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen bekijken. Ik hoop het van wel. Ja, maar ja, het is zo diep triest weer. Ba. Niks aan, nee. Maar ja, wees zelf maar het zonnetje in huis. Moet ik ook doen. En ik heb mijn diertjes tenminste bij me. En ja, en Rebecca momenteel, hè. Ja, dat is ook een schat van een meid. Een lieverd is dat. Ik zou niet weten wat ik zonder haar moest. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe ik ook. Ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, Rebecca die loopt nou net de deur uit. En ik ben ook nog zelf druk bezig. Ja, de magnetron is tot daar. Ik moet enkel het glaswerk ervan nog schoonmaken. Over ben ik druk mee bezig groen te krijgen. Hier en daar, nou nee, dat zit er ingebakken. En ja, ze gaat naar de autootje toe. Waar ze de auto heeft staan, weet ik niet. En ik heb gevraagd of ze op die spook wil letten. Ik zeg, want de kopje hangt bij het bovenste raampje. Dus ja, dat zou ze doen. En dat ben benieuwd of ze het ook doet. Meestal doet ze het wel als wordt beloofd. Daar gaat ze. Ja, leuk. En dus, ja, komt het allemaal goed. Rijdt je de verkeerde kant op? Oh nee, dat mag. Ja, vanaf het parkeerterrein mag het pas. Ja. Het is eigenlijk één richting, zover ik weet. Want aan de andere kant van de straat, waar zij nu bijna rijdt, Rebecca, daarheen een rond bord. En dat bord is rood met een witte streep erdoor. Zo. Voor verboden ingang. Verboden toegang. Weet ik wel. Verboden in te rijden. Hè? Ben er. En toen stond die scheef. Ook dat nog. Zo. Nou, ja, daar zitten we weer. En het is weer donker. Uiteraard, maar dat maakt er allemaal niet uit. Ik ga weer verder aan de gang.
En ik wil nou de oven gewoon aan deze kant houden, maar dan mag ik gewoon wel aan die kant hebben. En dan de spulletjes ertussenin. Ja, is weer eens even een andere indeling. Ja toch? Moet kunnen. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Ik zat ook al te denken om hem naast de gasplaat te zetten, maar dat is, lijkt mij niet handig. Omdat die toch wel groot is. Als je nou een kleintje hebt, maar die heb ik niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb die kant klaar. Die is schoon en netjes. Dat enkel die kant nog, maar morgen weer een dag. Het is inmiddels 3:15. Ik mag nou wel weer eens een keer aan mezelf denken. Toch? Ja. Tot de plaats dat jullie eventjes weer zien hoe netjes ik dat heb opgeruimd. En schoon heb gemaakt en anders meer heb gezet. Magnetron die staat nou daar lekker schuin. Spulletjes in het midden en de oven gewoon zo. Ja, kun je daar ook wel denken van die ook schuin neerzetten, maar nee. Ik weet het niet. Als ik die schuin neerzet, we kunnen het proberen. Zet ik jullie even hier neer. En dan hoop ik. Zien jullie wat? Ja, zo. Even de poten verstellen. Nou, dan moet die aan de kant. Dan moet die aan de kant. Dan moet ik mijn stok hebben. Ja. Even de vrouw aan de kant. Eens even kijken of dat kan. Dan hou je weer ruimte hier weg om dit neer te zetten. Dat gaat toch niet? Nee, kan niet. We zetten hem weer terug. Zo, een kantje daar. Zie hier. Dan kan die even goed aan die kaars. Zo. En hier zit ook een lichtje in. Eens even koeken loeren. Het is nou rood en dan wordt die groen en allerlei kleuren van de regenboog. Wordt dat wit? Ik zie het zo niet. Wordt die weer gelig? Nou ja, vanavond groenig. Vanavond zie je dat wel. Zo. Ik vind het weer even uit. En zo. En ik moet even batterijen halen van die platte ronde. Maar dat komt ook wel weer goed. Even klepje weer omhoog. Zie ik mezelf weer. Kunnen we weer gaan zitten. Zo. En dan zet ik jullie hier weer neer. Ja, dat dacht ik al wel. Oh jee, gaat lekker. Nou, ik hou hem wel even vast. Zolang dat gaat. Zo, dan zet ik hem. Ja, zo gaat hij goed. Toppie. Helemaal geweldig. Ik ga koffie maken. Ja, en morgen weer een dag. Denk ik erover. Ja, helemaal goed. Helemaal geweldig. Ik zou vlees uit de vriezer gehad hebben. Dat ben ik vergeten. Nou, ook morgen maar weer een dag. Dan maar een dag vleesloos. Ik ben de hele tijd al vleesloos wat eten aan gaat. Met warm eten. Omdat ik met mijn tong nog zit. Maar dat doe ik dan desnoods maar andere week. Ik ga de noedels. En ja, potje groente er doorheen. Ja toch? Ja. Is ook lekker. Oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Ik hoop dat het beter is. Ja, het is hier momenteel miezerig. Het miezert van het fijne, druilerige weer. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, het is alweer 5:46, bijna 5:45.
Het begint dus al, ja, het is ook triest hoor, het regent. Maar ik kreeg onverwachts visite. 45, wat staat dat ding raar. 1746, zo. Ik kreeg onverwachts visite van mijn liefhebbende broer. Die zit nou bij zijn schoonzus, die woont verderop. Rij ik ook wel eens langs als ik toevallig die kant op ga. Maar meestal niet. Dat is zeer zeldzaam. Maar in ieder geval, die kwam onverwachts op visite. En ze moesten vandaag weer even de boel regelen. Toen komen over ongeveer over 14 dagen, 3 weken, komen ze in Den Helder te wonen. Dus ja. En ik mag eventjes dan ook op hun hond passen, Bonno, maar dat beestje heeft pijn. Hij loopt mank. Een kruisband of kruisbanden, in ieder geval, er is wat gescheurd aan zijn kruisbanden. Dus ja, dat voelt niet zo fijn aan. Vind ik wel zielig, maar ik stond er wel verrast om te kijken dat hij eventjes aankwam lopen met hondje lief. Want ja, het beestje moet toch wel even zijn behoefte doen, hè. Ja, dat ga je, je kan moeilijk 30 kilo op gaan tillen als het niet zwaarder is. Maar oké, ik was helemaal verrast en blij ermee dat hij er was. Dus ja, even een bakje koffie gedaan met z'n tweeën. En hartstikke gezellig, leuk, geweldig. Dat, ja, nou is het, nou is die net ook weer de deur uit en ik ben gauw naar de wc gegaan. Er stond een vlog te renderen, die ga ik zo meteen naar YouTube brengen. Enkel, ik moet nog even een plaatje maken erbij en dan is dat allemaal klaar en dan kan ik andere dingen gaan doen. Ja, het enige wat ik wel weet is dat ik medicijnen in ga nemen, want ik heb beste rugpijn en niet zuinig ook. En of ik morgen daar aan toe kom aan die kant, weet ik niet, want ik moet morgenmiddag op verjaardag zitten. Ook dat. Ja. Dus ja, en ik zou vandaag gebeld hebben naar fysiotherapie. Is er ook bij ingeschoten. Doen we dat maandag maar weer. Envelop staat hier toch, dus dat zie ik wel. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van alles. Wat jullie doen gaan, ik weet het niet. Gaan jullie vanavond te stappen? Ja of nee, ik niet. Ik blijf thuis bij mijn diertjes. En televisie kijken. Televisie is leuk, gezellig. Dus ja, we wachten er gewoon af. En natuurlijk heb ik ook nog Facebook erbij. Dat moet ik ook bijhouden. En ik zou zeggen, geniet van alles. En voor later op de avond natuurlijk wel te rusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!